my baby, no sir. Don't be baby, yes sir. That's my baby now. Sweet cookie, yes sir. We've decided no man. We won't fight it, yes man. You're invited now. Yes, right now. By the way. Preacher, I'll say, with feeling, yes sir, that's my baby, no sir. En we zullen vandaag bij deze officiële opening een kleine muzikale omlijsting verzorgen samen met de Oosterhoutse Nachtegalen en Brunchtime. We vervolgen dit korte programma met een nummer dat we met de Oosterhoutse Nachtegalen ooit uit Polen hebben meegebracht. En het is een nummer dat gaat over de rivier de Wisła, die onder andere door de oude stad Krakau loopt. Dit nummer is eigenlijk een ode aan deze prachtige rivier. En let op, het is gezongen in een Pools dialect uit het, dat gesproken werd door de Polen die in het zuiden van het land in de bergen wonen. Witte Wisła, moja rzeko, poznasem, ik op het koor zat, ging het koor op tournee naar Zuid-Afrika en namen ze dit liedje mee terug. Takana kilo kilo umpecheni kumlomo. Takana kilo kilo umpecheni kumlomo. Meneer Van der Akker aan zijn openingsverhaal zou beginnen. Willen wij nog één nummer uit de tijd van de 40e jaren voor u brengen. Rum en Coca-Cola. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. One good real fine time drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. You will see your man's an Alamish GI romance with native peach. The whole night long with tropic love. Next to sitting hot, so drink your rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. In botanical gardens in afternoons, native bands play Yankee tunes. Native bands say till they drop, I think native draw is stop. Drink rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Well.
slapende schelkelders. We zullen ze vandaag eens wakker schudden. Goedemorgen, beste genodigden. Hartelijk welkom op deze best wel unieke bijeenkomst. En een speciaal welkom aan Piet van Heerbeek, die als een van de 8 verzetsmannen van de Pater Kersenmakersgroep toch maar hier aanwezig is. En dat mede natuurlijk door de inspanningen van zijn dochter. Ook een warm welkom voor de delegatie van oud-militairen. Straks woordelijk vertegenwoordigd door Jan Meerdink. Tevens een afvaardiging van de Poolse outsiders die onze vrijheid hier ter plaatse hebben bevochten. En verder verwelkomen wij natuurlijk alle andere gasten zoals familie, vrienden, maar vooral ook de jongeren hier aanwezig. Zij zijn hier onder meer vertegenwoordigd door de 2 prachtige koren, namelijk de met de Oosterhoutse cultuurprijs onderscheiden Oosterhoutse nachtegalen en ons prachtige... Ja, daar mag voor geapplaudiseerd worden. En ons prachtige kinderkoor de Vlierenfluiters, die hun... Die hun thuis hebben in deze prachtige, door Nederlands befaamste architect Pierre Kuipers ontworpen Sint-Antoniuskerk. Deze jongeren, die de toekomst zijn, kunnen mede door deze publieke openstelling zich nog meer bewust worden hoe onze voorouders geschuild hebben voor het oorlogsgeweld. Ook welkom aan de mensen van de pers en diegenen die deze dag gaan vastleggen qua beeld en geluid. Ik beloof u dat we er een mooie ceremonie van gaan maken. En ik geef dan ook nu graag het woord aan Martin van Halderen, die als voormalig waarnemend voorzitter van de Heemkundekring de Heerlijkheid uit Oosterhout u verdere uitleg geeft en een stukje historie aanhaalt. Dank u wel. Welkom allemaal. Beste mensen, we gaan het eerste stukje geschiedenis dit hier ter plekke in Oosterhout tijdens de bevrijding en bij de oorlog heeft afgespeeld. Dat gaan we hier even in beeld brengen, woordelijk dan. Daar kon Jan Meerdink gaat er een stukje over vertellen en Nico Bekers, maar die kondigen we direct wel aan. Gisteren was het 4 mei, toen hebben onze doden herdacht. En de jonge mensen die daarbij gesneuveld zijn, de meeste. En dankzij hun kunnen wij nu van onze vrijheid genieten en kunnen wij deze dingen doen. Vandaag is 5 mei en dus hebben wij de dag uitgekozen om de schuilkelder, die in de Tweede Wereldoorlog hard nodig blijft, te redden. Want oorlog is geen flauwekul. Kijk maar op de televisie, dan zie je het bijna dagelijks langskomen. De Heemkundekring in overleg met Paul en Hans van Akker een dingen aangevraagd, een monumentenstatus voor deze schuilkelder als oorlogserfgoed. Dat is nog niet binnen, maar dat komt er wel aan. Deze schuilkelder is een herinnering van de onvrijheid in de Tweede Wereldoorlog en nu kan het als symbool zien van onze vrijheid. Jan Meerdink, die gaat voor ons een verhaaltje vertellen, wat hij ook zelf meegemaakt heeft. En dat is over de razzia's die de Duitsers hielden. En Jan, die kon op dat moment nog net Ad Hoekstra, een van de verzetstrijders, in veiligheid brengen. Dus ik wil vragen dat Jan zijn verhaal kan doen. Het gebeurde zomaar, heb ik als titel boven dit waar gebeurd verhaal gezet. Maagde, mevrouw en meneer van Akker, als eigenaar van de vele mysterieuze schuilkelder aan de Sint-Vincentiusstraat. Met, naar ik meen, enige medewerkers en de publiciteit in de vorm van Maarten van Halderen van de Heemkundekring. Dames en heren. Monsieur Pastoor van Loon zal zeker met een brede tevreden lach van naar boven zijn geesteskind zijn schuilkelder gadeslaan en wachten op de totale afronding. De heer Van Akker heeft de plannen met de daaraan verbonden problemen duidelijk uitgelegd. De voormalig uitgezonden militaire Oosterhout wensen hen, die met de verdere uitvoering belast zijn, alle succes toe. Sta men toe een waar verhaal te vertellen dat betrekking heeft op schuilen, onderdak verlenen aan joden, verzetstrijders en knokploegen, etc. Mijn vader had een winkelwerkplaats aan de Leijzenhoek nummer 3 in ruiwielen en onderdelen.
Vele artikelen waren op de bond, zoals pedalen, banden en complete rijwielen. Wij gaan inderdaad weer proberen om in de sfeer van de 40e jaren terug te komen. Dat gaan we doen met zowel het nummer als met de techniek die wij van Juda Dennis op dit moment genieten. Maar wij hebben ook onze eigen aanvulling. Pa 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 pa
I could say Telebel or even say Wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are. Trying to explain. Ja. Ik zou Nico Beekers willen vragen om naar voren te komen en een stukje voor te lezen uit een dagboek van Cor Vian in de laatste dagen van de oorlog op de Noord in Vrachtelen. En die gaat ons een stukje vertellen over wat in het dagboek van Cor Vian is geschreven. En Nico is tevens oud-nachtegaal om het even te winnen. Goedemorgen allemaal. Ik ga een stukje voorlezen, dat heeft Martin al verteld. Het is een dik, zie je wel, dat hebben we samen gedigitaliseerd met Jos van Alphen en ik. En ik begin met 3 november, eigenlijk de laatste dag van de oorlog in Den Hout. De aanval op Den Hout is rond 4:30 heviger geworden. Het granaatvuur is niet meer van de lucht. Wij sliepen rustig door, tot 6:00 zowat. Opeens schrokken we wakker. Zeker van een granaat die vlakbij insloeg. Maar het bleef niet bij één. Nummer 2 en 3 volgden direct. Wij uit ons bed. Maar waar moesten we blijven? Ergens anders dan in de kelder. Moeder zei, ik ga een kop koffie zetten en een boterham klaarmaken. Dat is een beetje verzettelijk. Ja, wij zouden het anders zeggen. En dan kunnen we maar zien als het soms nog erger wordt. Dan heb je toch wat op. Want misschien kun je vanmiddag wel niet meer eten. Het petroleumstel werd aangestoken. En een ketel water opgezet. Het was net gebeurd. Of de kamer er weer een stel granaten aan. Nou, was het vlakbij dat ze insloegen. Want het kelderraam vloog aan scherven en pannen kletterden net of alles instortte. Gelukkig dat we niet meer op bed lagen, want ik lag met mijn hoofd tegen het kelder. You can deny me, you can decide to turn your face away. Something inside so strong. Oh.
Ja, beste mensen, we gaan toch eigenlijk een beetje naar het hoogtepunt toe van deze dag. En het is toch het open gaan stellen van onze schuilkelder. Die later dan voor het publiek opengesteld gaat worden. En voor onze scholen en andere mensen die geïnteresseerd zijn. We willen deze opening... Pastoor Verloon heeft hem gebouwd. Maar die is er niet meer. En we vonden het dan wel toepasselijk om dan de huidige pastoor... en het hoofd van onze parochie daarvoor uit te nodigen. En die is bereid geweest om de opening te komen doen. Dus ik nodig Ronald van Bronswijk uit, pastoor van de Catharinenparochie. Goedemorgen allemaal op deze bijzondere en ook hele mooie dag. Daar mijn voorganger en bouwer van deze schuilkelders niet meer leeft, neem ik het stokje in deze estafette naar de vrijheid van hem over. Vrijheid is een groot goed. En wie dat ons geeft, maakt eigenlijk niet uit. Of dat nu God is, wat ik denk, vooral op deze dag, omdat Hemelvaart en Bevrijdingsdag samenvallen. Of het is een ander, bijvoorbeeld een ondergrondse schuilplaats. Mijn voorganger, Alfons van Loon, ook wel pastoor van Loon, of zelfs monsieur van Loon, had duidelijk een sterke ontwikkeling, realiteitsgevoel en een vooruitziende blik. Piet van Heerbeek en Ronald van Bronswijk, het lied tot toegang tot de schuilkelder, te gaan doorknippen. Dus jongens, zijn jullie mee? Kom maar. Er is van mij weer te knippen. Ja! Geopend! En nu dan het mooie lied van de Vlierenfluiters, gezongen door de Vlierenfluiters van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou schuilen, als ik nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer. Mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Dit is de eerste groep. Goed, hè? Het was zes vol. En te weinig is het schip 12 vol. Maar het is dan de ouders. Zo, dan gaan wij hier lekker koel. Cool. Het bier staat koud hier. Ja, het bier is een bierwagen. Ja, gewoon het bier wel. Maar zo speelt het wel goed. Ja, ja. Dan moet je champignons kweken hier. Ja. Wow, niet gaan kweken. Dat brengt meer op. Best groot, hè. Denk op het opstaan. Dus dat is niet. Maar dan wou ik ook laten zien wat er allemaal voor schulden waren. Omdat de pistool hier zat, is er natuurlijk ook maar hij had ook een bidstoel, mensen. Kijk. Wat ik ga vertellen over de tweede kelder. Die hiernaast, achter dit luik,
is eigenlijk een even grote kelder geweest. Alleen die is bij de bouw van Aquadoe in 1977 is het dak ervan kapot gemaakt. Brokstukken liggen daaronder. Ik heb een radaronderzoek laten doen. Maar ja, dus die kelder die is volgegooid. Wat we nu gedaan hebben is eigenlijk een beetje een beeld geschept hierachter. Helaas, de voice-over is nog niet hard genoeg. Maar zo moet het er nou ongeveer uitzien. Dus hier zien we de resten van de oude kelder met de ontsnappingsluik naar Scherveneuvel, de tunnel. En die is ingestort zo waar de brokstukken liggen. Je hebt natuurlijk dus een onderzoek naar gedaan. Met de werken erop op papier. Ja, ja, ja. Zo. Of people in each room. Natuurlijk is het hier nog niet afgelopen. Iedereen die zin heeft, kan gewoon nog lekker blijven borrelen. Lekker naar beneden gaan kijken hoe dat het in de schuilkelder is. Maar onze geweldige artiesten en iedereen die hier aanwezig is. Ik wil niet te veel verloop hebben van mensen die weggaan. Dus ik wil toch al wel een dankwoord uit gaan brengen. Ik zal het snel afronden, zodat u van een drankje en een hapje kunt gaan genieten. En onze kleinkinderen hebben folders uitgereikt waarop nog het een en ander staat. En ook de contactinformatie om afspraken te kunnen maken voor eventuele bezichtiging buiten nader vast te stellen en te publiceren bezichtigingszaken. Ja, het is natuurlijk geen Oscar-uitreiking, maar toch ga ik een aantal personen bedanken. Martin, jou als eerste. Mijn grote steun en toeverlaat met het uitzoeken en het regelen van alles. Jan Hendricks. Waar is Jan? Jan gaat altijd al in de bus. Oh nee, die bus vandaag. Ja, die gaat in de bus. Jan, jij ook met uw steun aan dit project. Ja, die er helaas niet bij is, maar toch ook medewerking heeft verleend, is Frans van Wanrooijen. En dus alle van de heemkunde voor hun niet aflatende inzet voor dit project. Dan speciaal met de maat Frans Wildhagen, die samen met zijn vrouw Ria ons enorm geholpen en gesteund hebben.
Sissy en Kees Vermeulen en hun mensen die dit lekkers allemaal gesponsord hebben. Geweldig. Zo. Maar ook, en die zijn wel weg wel, Koert en Heidi van de Westen voor de lekkere gebakjes. De koren mogen we niet vergeten. En de band. En de Close Harmony Singers, als ik het zo mag zeggen. De mogelijkheden van het gebruik van de vinder. En zo zijn er nog velen die ik misschien of bijna vergeet. Zoals, die is misschien ook net vertrokken, Hans van de Preit van de krant. Ja, staat weg. Waar is die dan? Net weg. Oh, die is al weg. Oh, oké. Okay. Hans, jij bedankt voor de controle van de teksten. Geweldig. En niet te vergeten Paul Sittler. Waar is hij? Hier ook. Paul Sittler van Xim Systems. Voor zijn prachtige layouts van het drukwerk, maar ook het vervaardigen van de borden die daar langs de pad staan. Kortom, geweldig. Maar de belangrijkste die komt eigenlijk nu, en dat is onze Hans, hè? Die het toch allemaal maar heeft toegestaan dat er zoveel op ons afkwam. En altijd maar klaar stond met een bakje en iets lekkers. Alle ongemakken van continu mensen over de vloer. Maar ik ook wel eens vergat om te vertellen dat ze kwamen. Kortom, een wereldvrouw. Dank voor je steun en support. Ja, en een belofte. Voorlopig geen grote ondernemingen meer. Dank aan iedereen voor uw aanwezigheid hier. En ga de schuilkelder nog in. En of neem nog een drankje en een hapje. En daarna allemaal wel thuis. Dank u wel. Oh. Want daar staat iedereen te bedanken. Maar dankzij het enthousiasme van Paul en Hans en hebben wij als één kunnen heel veel medewerking gekregen om dit mee op touw te zetten. Dus ik denk dat voor Hans en Paul zeker een applaus op de plaats is. Ja, ik heb die mooie reactie.